2011. Sophie is 33 jaar en ze rijdt met het paard Sam van de Lucky Paard. Sam heeft een leeftijd van 6 jaar. Het is een bruine strekpaard met mooi bruine kleur. De vader van dit paard is Cartouche van het Jachthuis. En aan de voederzijde een dochter van Max de Veulen. Het paard ook is 2 jaar op rij nationaal Belgisch kampioen geworden. De sponsor, ja natuurlijk in familiesport, papa en mama sponsoren haar in haar hobby, in haar menssport met trekpaarden. En de moeder, Lili Kozlowski, zij is de groom hier bij haar op de wedstrijd. Aan het werk zien we Sophie Klerings uit Tongeren. Zij rijdt ook voor het DKT-team. Dikke Konten team uit Tongeren. Een hechte club, trekpaardmanners. En we zien dat de sport in de trekpaarden ook groeit. Dit jaar 38 inschrijvingen, 5 vierspannen en 10 tweespannen. De overige zijn natuurlijk dan enkel spannen die hier aan het werk zijn op de menwedstrijd de Steenhuffel. Vaardigheid 20 doorgangen te nemen in een zo snel mogelijke tijd. Als zij tegen gemiddelde snelheidrijden van 210 meter per minuut, kunnen ze de afgelegde afstand van 800 meter bereiken in een tijd van 3 minuten en 48 seconden. Nemen ze hiervoor meer tijd, dan betekent dat tijdsoverschrijding en daar komen er strafpunten bij. Voor elk afgeworpen balletje krijgt de deelnemer 3 strafpunten extra. Maar je ziet, Sophie kent de klappen van de zweep. Daar rijdt de zwint door de poortjes. 16 goed genomen. Tot nu toe 1 balletje, 1 afgeworpen balletje, 3 strafpunten. U gaat naar poortje 18 en dan zullen we zien dat de groep mag recht staan. En zo het rijtuig in balans gaat houden in deze hindernis. 6 doorpoortjes doorgangen te nemen, A tot en met F. A en B goed genomen. Rechtsom, C goed genomen, nu naar die D, hier weer rechtsom, door die D, oppassen dat de kegel daar niet onderdeel wordt, dat betekent 5 strafpunten anders, E goed genomen, linksom F en kijk het werk van de groen, het paard een mooi galop met. Hier Sophie Klerings, 2 maal heeft Belgisch kampioen en dat zie je, zij gaat ervoor met Sam van de Lucky Paard. 20 ook goed genomen. En nu naar de eindmeet in de tijd, ja hou je vast, 3 minuten en 1 seconde toegestaan. Tom, de toetsen is vrij. Jij mag starten. 20 poorten voor jou te nemen in een tijd van 3 minuten 98 seconden. Lengte van het traject is 800 meter. Dat betekent dat de paarden aan een gemiddelde snelheid van 310 meter per minuut moeten dragen om binnen de tijd te zijn. Voor het op tijd door de team in 3 minuten en 48 seconden. Sophie kent de klappen van de zweep, want zij was al Belgisch kampioen, 2 jaar op rij Belgisch kampioen bij de categorie enkelspan trekpaarden. Met dit paard Sam van de Lukkepaar. En dat zie je ook. Snelheid, wendbaarheid. Kijk, daar gaat ze. Ik kan zeggen dat trekpaarden niet kunnen bewegen. Daar gaat Sophie even het tegendeel hier bewijzen. Sam van de Lucky Farm is 6 jaar oud. Het is een Belgisch trekpaard van Cartouche van het Jachthuis. En langs moederzijde een dochter van Max de Veulen. De sponsor zijn haar ouders. En haar moeder, Lili Kozlowski, zit achter op het rijtuig als groom.
zien, dames en heren. Stuurmanskunst, perfectie, dat alles gedemonstreerd door Sophie Klerings met haar paard Sam van de Rukkievaart. Mooie blond voorwaarts, mooie bewegingen. De ABCD mooi genomen, zonder fouten. Dat is belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen paard en mennep. En ook hier zien we schakelen heel mooi gebeuren. Paard komt rustig terug in draf, maar mag dan ook als commando van Sophie vlot weggaloperen. Hier de volte, diameter 15 meter. Hier koordoorgangen. Mooi gereden, foutloos parcours tot nu toe. Maar er zijn nog 5 doorgangen te nemen, waaronder de hindernis. De groep moet in de vaardigheid op haar plaats blijven zitten, mag alleen afstappen op aanwijzing van de manager. Maar nu gaan we de hindernis in en nu zie je de groep komt recht staan, mag aanwijzing geven aan de deelnemer, aan de manager. Moet hangen of het rijtuig in balans houden in de wendingen. Kijk maar eventjes naar de werking van de groep. Moeder Lidie en Sophie. Een echte teamsport. Vertrouwen, wendbaarheid, stuurmanskunst. Nog even linksom Sophie en dan ben je al uit de hindernis. En dan zie je dat het allemaal heel vlot gaat. Nog één poortje te gaan. En dan zo snel mogelijk hier naar de eindstreep. En in ieder geval een foutloos parcours. We kijken nog heel even naar de tijd. En dat doet ze inderdaad in een tijd van 3:03. Dus foutloos parcours binnen de tijd. Geef haar een applaus, dames en heren. Sophie Klerings, ook van het DKT-team uit Tongeren. Het dikke kontenteam. Sophie, tot straks bij de prijsuitreiking.